Het jaarlijks terugkerende vakantieproject van Villa Sapacara is volgens directeur Dakaya Lens tot nu toe een groot succes. Dat is allemaal te danken aan de onlangs in maart toegevoegde tentoonstelling Sranang Krakti. Het vakantieproject is gelijk na de laatste schooldag begonnen en gaat door tot volgende week, zegt Lens. Mensen maken vaak de fout om te denken dat wij een vakantieschool zijn, maar dat is niet het geval. Wij zijn ook geen opvang. De kinderen worden tijdens dit project van maandag tot en met vrijdag educatief, sportief en artistiek bezig gehouden, verduidelijkt de directeur. Uw kind wordt hier educatief bezig gehouden. In de ochtend hebben ze een ontbijt, ze hebben een fruitbreek, een warme maaltijd. De hele dag door water en stroop. Maar Villa Sapacara staat vooral bekend om de activiteiten die ze met de kinderen doen. En daardoor is het geen opvang. En in welke leeftijdscategorie zit de groep van dit jaar? We hebben kinderen tussen de 6 en 14 jaar. De gemiddelde leeftijd is toch 9-10 jaar. Lens benadrukt verder dat educatie een van de hoofdactiviteiten van Villa Sapacara is. De 4 weken zijn bijna om, maar er is nog een week van nieuwe activiteiten die op de kinderen wacht, zegt zij. De directeur geeft ook een uiteenzetting van hoe de kinderen in de laatste week bezig gehouden zullen worden. Op de maandag, de woensdag en de vrijdag hebben we ook artkamp. Daarbij kunnen kinderen van verschillende kunstvormen de basis proeven. We hebben bijvoorbeeld kunstenaar Fabien de Randami gehad, danser Marcelino Sandweken van DBA Dansstudio, dramadocenten van onder leiding van Alexander Tolin. Op de woensdag hebben we Techcamp. Dan hebben we de organisatie B-Streaming. Zij zijn bezig met het STEAM-onderwijs dat te maken heeft met science, technology, engineering, art en mathematics. Zodat de kinderen ook hun technische vaardigheden kunnen ontwikkelen. En op de vrijdag hebben we sportkamp. En dat wordt gedaan door medewerkers van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Tot zover Dakaya Lens, directeur van Villa Sapacara. We spraken haar over het jaarlijks terugkerende vakantieproject dat volgende week vrijdag wordt afgesloten.